Live from London, England, it's theCUBE, covering .NEXT Conference Europe 2018. Brought to you by Nutanix. Welkom terug bij theCUBE, hier vanuit Londen. Onze verslaggeving van Nutanix Next 2018 in Europa. Naast mij zit Frans Koppens. Je bent manager ICT bij Driessen. Ik ben enorm benieuwd, Driessen, klant van Nutanix. Ik heb begrepen dat jullie onder andere software maken voor HRM. Vertel eens over Driessen, hoe zit dat in elkaar, hoe werkt dat? Ja, Driessen is een familiebedrijf. Wij zijn een zakelijke dienstverlener voor de publieke sector in Nederland. En de Driessen groep is eigenlijk een groep van bedrijven die werkelijk mogelijk maakt. Dat doen wij door een aantal verschillende diensten te bieden. Dan moet je onder andere denken aan het verbinden van mensen en werk, dus een uitzendachtige functie. Maar daarnaast ontwikkelen we ook software en services om processen bij andere bedrijven makkelijker te maken of uit handen te nemen. Precies, dus het klinkt een beetje alsof je op het snijvlak zit. Aan de ene kant ben je een detacheerder, help je mensen aan het werk. Maar aan de andere kant lijkt je ook iets te doen met software en met het leveren van je diensten als een softwareproduct. Hoe zit dat ook in elkaar? Ja, en dat doen wij dus inderdaad, dat klopt. Wij leveren diensten om processen bij andere bedrijven makkelijker te maken. Denk aan salarisadministratie en dat soort zaken. Maar ook allerlei andere processen. En daar gebruiken wij met name inderdaad de digitale diensten voor. En die ontwikkelen we zelf. Je moet denken aan add-ons, bijvoorbeeld aan een pakket als Avast Profit. Waar Profit op een gegeven moment tekort schiet in een aantal functionaliteiten, maar waar klanten daar wel heel graag gebruik van willen maken. Kunnen wij die klanten helpen om net die extra functionaliteit te bieden om processen te verbeteren. Ja, dat klinkt ook alsof je een softwareontwikkelhuis bent. Je ontwikkelt zelf die software. Dat klopt. Hoe zit het in elkaar? Doe je dat on-premises? Doe je dat in de cloud? Waar werken jouw developers mee? Hoe zit dat in elkaar? Nou, dat doen we met een club van ongeveer 25 softwareontwikkelaars die we in eigen dienst hebben. Die zijn verspreid over een aantal van de verschillende bedrijven die we hebben. En die software die we ontwikkelen, die draait inderdaad deels on-prem en deels ook in de cloud. Ja, en ik heb begrepen dat je dat sinds een jaar of anderhalf samen met Nutanix doet als onderlaag voor je infrastructuur. Kun je uitleggen hoe dat in elkaar zit? Welke diensten, welke producten van Nutanix gebruik je? Ja. Welke voordelen heb je daarvan? Nou, we zijn inderdaad begin vorig jaar zijn we gaan kijken om onze datacenter te moderniseren eigenlijk. Dat was de aanleiding. Ja. Toen hebben we ons georiënteerd. We hadden alle wat interesse in Nutanix. Ja. Zijn daar ons dieper in gaan verdiepen en uiteindelijk hebben we inderdaad de keuze gemaakt om voor Nutanix te kiezen daarbij. Om eigenlijk het hele datacenter wat we hadden langzaamaan te gaan vervangen door Nutanix. Ja. Dus we hebben daar een stuk hardware neergezet, maar vervolgens hebben we ook gekozen voor AHV als de hypervisor laag. We kwamen van VMware af, we hebben het allemaal eigenlijk gemigreerd. Nou, de implementatie zelf ging heel erg snel moet ik zeggen. Het implementeren van de Nutanix omgeving was echt een piece of cake. En vervolgens zijn we aan de slag gegaan om één voor één onze VM's te migreren naar het platform. Ja. En dat hebben we dit jaar hebben we dat afgerond. Op dit moment draait onze gehele datacenter draait eigenlijk op Nutanix inderdaad. Ja, want wat waren de problemen die je hoopte op te lossen? Ja, dan moet je denken aan met name een stuk schaalbaarheid. Hè? Dus we vonden het fijn dat we met Nutanix in ieder geval redelijk klein konden beginnen. Maar als dat nodig is, makkelijk op kunnen schalen. Performance was wel een issue op de oude omgeving. Dat hebben we eigenlijk ook volledig opgelost. Ik denk de grootste uitdaging die we hadden was om het eenvoudiger te maken. We hadden best wel een complexe landschap inmiddels in de loop der jaren opgebouwd. Nou, dat was eigenlijk de belangrijkste reden waarom we uiteindelijk voor Nutanix gekozen hebben. Versimpeling van het hele landschap, makkelijk te beheren. Zeker ook omdat we dus een gemixte omgeving hebben, deels on-prem en deels cloud. Hè. Dat is met Nutanix natuurlijk prima te managen. Dus, ja, precies. En ik kan me voorstellen, hè, als je bent manager ICT, ik kan me voorstellen dat jouw rol ook veranderd. Hè? Eerst was het, neem ik aan, echt een focus op infrastructuur, want dat was moeilijk, dat had heel veel frictie. Hoe is jouw rol in de loop der tijd veranderd? Ja, nee, dat klopt helemaal. Die rol die is aan het veranderen. In eerste instantie ben je heel erg bezig om te focussen op de operatie, om het allemaal in de lucht te houden.
Allerlei dingen waar je eigenlijk, ja, dat klinkt, dat, ik denk dat je daar eigenlijk niet mee bezig wil houden. En dat zien we nu ook. Hè. We zien nu gewoon dat we met minder mensen en op een veel eenvoudige manier die omgeving kunnen managen. Ja. Dat betekent dat je wat meer tijd vrij krijgt. En die tijd, ja, die probeer je met name te stoppen in samen met de business kijken van hoe kunnen wij onze diensten verder verbeteren. Hoe kunnen we beschikbaarheid verder verbeteren. En dat zeg maar tegen minder of gelijke kosten. En met minder effort. Ja, want ik neem aan dat je, hè, om het codewoord een beetje te gebruiken, digitale transformatie, dat is, neem ik aan voor jullie, ook een issue. Ja. Hè, je wil ook juist meer naar de klant toe bewegen. Hoe doen jullie dat als IT-afdeling? Hoe schuif je dichter tegen de business bij Driessen zelf, maar ook tegen de klant aan? Hoe werkt dat bij jullie? De klantvragen die worden natuurlijk in de business vertaald naar de softwareontwikkelaars. Ja, wat bij ons heel erg belangrijk is time to market. De ontwikkeling gaat natuurlijk heel snel. We werken veel op basis van aanbestedingen. Nou, in aanbestedingen worden vaak allerlei eisen gezet die wij dan, waar wij tegemoet aan moeten komen. Ja. Dus time to market is heel belangrijk daar. Vandaar dat wij met Nutanix in staat zijn om eigenlijk veel sneller te deployen, om nieuwe features aan te bieden richting onze softwareontwikkelaars die daar volgens mij aan de slag gaan. Ja. Ja, want je zegt softwareontwikkelaars, die kunnen dus dichter op die business gaan zitten. Die hebben minder tijd nodig om de groundwork te leggen, als het ware. Waar ik benieuwd naar ben, hè? We zijn hier op .next. We hebben de keynotes gezien, een hele hoop announcements. Nee, Nutanix ooit begonnen als infrastructuur, modernisatie van wat je in je datacenter hebt. Ondertussen, het zijn 15 producten. Het is gigantisch veel groter geworden. Als je hier rondkijkt, het aantal mensen is gegroeid. 3500 mensen. Dus ik ben wel een beetje benieuwd. Hè? Hoe kijk jij er nou aan? Je loopt hier ook een paar dagen rond. Je hebt de keynotes gezien, je ziet de drukte. Wat is je indruk van het evenement? Nou, ik moet zeggen, super gaaf. Vorig jaar ben ik in Nice geweest. Dat was een hele goede conferentie. Dat was ook de reden dat ik dacht van, nou, ik ga dit jaar zeker terugkomen. Het was echt gaaf om te zien bij de eerste keynote hoeveel groter het inmiddels is geworden, het hele evenement, maar ook het succes van Nutanix. Ik sprak vorig jaar in Nice nog een aantal van mijn peers die nog aan het twijfelen waren of dat ze over zouden stappen naar Nutanix. Ik vertelde wat onze ervaringen ermee waren en ik zeg, nou, ik kan het zeker aanraden. Ook zeg maar het gebruik van de AHV als hypervisor. Ja. Inmiddels merk je gewoon, het is zoveel volwassener geworden, er is zoveel weer bijgekomen. Ik was echt onder de indruk wat ik de afgelopen twee dagen allemaal heb gezien aan nieuwe producten en ook de volwassenheid en de eenvoud van die producten. Ja. Echt super gaaf om te zien. Wat voor mij heel erg bijgebleven is, waar ik heel erg van onder de indruk was met name Frame. Ja. Frame is echt super gaaf, dat is ook iets waar wij op dit moment zeker naar kijken om dat te gaan gebruiken. Daarnaast is Beam iets wat ontzettend aanspreekt. Ik moet eerlijk zeggen, wij hebben nu datacenter on-prem. Dus ook mijn DR-omgeving heb ik on-prem. Omdat toen wij dat besluit namen, was er nog geen Beam. Ja, als ik nu weer opnieuw zou moeten kiezen, dan zou ik absoluut ervoor kiezen om mijn DR met behulp van Beam op te gaan lossen. Ja. Ook daar weer de eenvoud waarmee je dat kunt managen. Dat is echt gaaf om te zien. Nou ja, we zullen in de toekomst zeker dat soort ontwikkelingen blijven volgen. En ik weet zeker dat wij in de toekomst aan de slag gaan met producten zoals een Beam en een Frame bijvoorbeeld. Want je ziet, ze hebben de aankondiging gemaakt van het core product, de core producten naar Essentials. Dat is een beetje de uplift, hè. Dat zijn de volgende kleine stappen die je kan zetten. Ja. En dan krijg je Enterprise. Ja. Daar zitten vooral nu de echt nieuwe producten in. Xi. De SaaS producten, de Xi Cloud. En waar ik nou heel benieuwd naar ben is, kijk, ik ken Nutanix ook vanuit dat perspectief, hè, infrastructuur. En ik heb ze doorzien groeien. En kijkend naar al die announcements die ze hebben gedaan, al die producten die ze hebben gedaan, wat zou nou voor jou echt, wat was bij jou het lichtje dat aanging, waardoor je zegt van ja, dit ga ik, weet je, als ik thuis ben, na het weekend, hier ga ik mee aan de slag, hier wil ik meer van weten. Wat is dat ene product dat jij nou zegt, daar wil ik echt mee aan de slag? Ik denk als ik daar zou moeten kiezen, dan zou ik zeggen, dan ga ik met Frame ga ik zeker aan de slag om te kijken van hoe kunnen we dat in gaan zetten om onze medewerkers nog eenvoudiger van een werkplek te voorzien op het moment dat ze bijvoorbeeld remote werken of dat soort zaken. Ja, dat is dat ook een van de problemen die jij die op wil lossen door Nutanix. Hè? Ja. Traditioneel gezien, Nutanix deed heel veel VDI, doet nog steeds heel veel VDI. Is dat ook iets waar jullie heen gaan als Driessen? Ja, nou in ieder geval voor een deel van onze medewerkers zie ik zeker mogelijkheden om Frame te gaan inzetten, zeg maar, als vervanger van een VDI-omgeving. Ja, absoluut. Precies.
En daarnaast was ik heel erg, en ik wist niet dat ze daarmee bezig waren, maar ik begreep dus dat Nutanix inmiddels eigenlijk hun eigen cloud aan het bouwen is. Ja, ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar wat dat gaat brengen. Zeker precies. Als dat zeg maar naadloos integreert weer met je on-prem omgeving. Dat vind ik eigenlijk wel de kracht op dit moment van Nutanix. Hè? Dat je die heel makkelijk kunt switchen tussen je eigen on-prem Nutanix omgeving of een cloud omgeving. Ja. Nou ja, als daar ook nog een Nutanix variant in de cloud bij komt, ja, dat is helemaal gaaf. Precies, ja. Precies. Ja. Hey, naar de laatste vraag hoor. Je hebt natuurlijk developers in dienst. We hebben in de keynote vandaag ook allerlei announcements gezien rondom cloud native, zoals dat mooi heet. Dus Carbon, databases uit de cloud met Era. Met buckets, S3 storage. Zijn dat ook zaken waar jij denkt van hey, daar gaan mijn developers ook mee aan de slag? Ja, 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 mijn developers staan al aan de deur te kloppen. Die willen met containers aan de slag en dat soort zaken. Ja. Dus dat is ook heel goed om te horen dat ook daar zeg maar, Nutanix volledig mee bezig is. En hoe dat integreert binnen Nutanix. Dus ja, daar zullen mijn softwareontwikkelaars zullen heel blij mee zijn. Ja, ja, top. Nou, gefeliciteerd. Het klinkt als echt een topverhaal, een heel mooi verhaal over Dries, hoe jullie Nutanix gebruiken. Ik wens je succes met de volgende stappen. Dankjewel. Die er ongetwijfeld gaan, ja. Gaan komen. En dat was het voor nu. Dank voor het kijken naar de Cube. Samen met Frans hier in Londen en tot de volgende keer.